Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video en deze keer is dat weer zo'n opgemaakt video. Ik heb mijn beroemde zwarte bakje en die ligt zoals je ziet echt overvol. Dus ik laat zien welke producten ik heb opgemaakt en ik vertel ook gelijk erbij of ik ze opnieuw zou kopen en wat ik ervan vond. Dus laten we gewoon snel beginnen. Ik begin even met wat deo's. Ik gebruik nog steeds samen die met mijn vriend. Nog steeds Axe dus. En dit is Axe Click. Die is op. Dan heb ik een Axe Twist. En nog een Click. Ze werken voor mij nog steeds fantastisch. Vrouwendeo werkt bij mij nog steeds niet. Dus we blijven gewoon lekker deze van Axe gebruiken. Dan heb ik hier zo'n make-up spons. En deze komt bij de Primark vandaan. Deze zijn 2 euro. En ik was hier altijd best wel tevreden over. Voor een 2 euro soort van beauty blender. Alleen, nou al heel lang... Ik heb al een tijdje een nieuwe. Ik gebruik nu die van W7. Want die van de Primark werd heel hard. En er kwamen allemaal scheuren in. En het liet los. En dat kwam op mijn gezicht terecht. Dan ik echt zoiets van, nou, dit is hem gewoon niet. Dus ik ga op zoek naar een andere budget. En dat is die van W7. En die is wel heel fijn. Maar deze van de Primark zal ik dus niet meer zo snel opnieuw kopen. Ook al is hij maar 2 euro. Hij zuigt gewoon gigantisch veel foundation op. Ik maak hem wel altijd heel goed nat, maar op de een of andere manier zuigt hij nog steeds. Ik krijg er vlekken door en is het niet meer mijn ding. Dus deze, ik zou hem niet meer opnieuw aanschaffen. Dan een haarproduct. En dit is de Dove Hair Therapy Damage Solution Intensive Repair. Dit is een leave-in conditioner spray. En eigenlijk gebruikte ik hem meer voor mijn dochter dan voor mij. Ik had zoiets van, nou ja, misschien herstelt dat een beetje mijn haar, maar niets is minder waar. Dus dat deed het niet echt. Dus ik gebruikte hem vooral voor mijn dochter, zodat ik makkelijk haar haar in de staart kon doen en dat soort dingetjes. Dus voor de rest op zich wel een hele fijne spray. En hij ruikt wel heel lekker, heel neutraal. Dus deze. Dan heb ik hier een shampoo van de Kruidvat. En dit is toevallig anti-roos. Ik heb namelijk last van psoriasis, heb ik al eerder gezegd. En dit haalt soms, als ik heel erg veel last heb van schilfertjes op mijn hoofd uit, haalt de anti-roos shampoo hem weg. Voor de rest vind ik de Kruidvat shampoos en conditioners heel fijn. Zo fijn dat ik hier namelijk ook een conditioner heb. En dit is de... Oh. Dit is die van de Kruidvat en dit is de Kleurbalans. Ik verf mijn haar, zoals jullie misschien wel weten. En dit vind ik gewoon een hele fijne, goedkope budget shampoo. Dit is de crème spoeling. Ook gewoon heel fijn, werkt gewoon goed en niks op aan te merken. Dus ja, die producten die koop ik zeker opnieuw. En dan over haarverven gesproken. Tada, daar is die. Ik heb een tijdje geleden, het mag al wel weer bijna, mijn haar weer geverfd. En ik gebruikte altijd die van de Kruidvat zelf. Maar ik heb nu weer die van Sios gekocht. En dit is in de kleur donkerbruin. En ik moet zeggen dat deze toch wat fijner werkt en wat beter werkt. Die van de Kruidvat die was wel goedkoper. Alleen ik vond dat mijn kleur heel snel vervaagde, waardoor het een beetje groenig werd. En dat heb ik met deze totaal niet. Dus ja, ik ga voortaan voor deze. Dan heb ik 2 fixing sprays opgemaakt. Het is de laatste natuurlijk mega heet geweest. En meestal met hele warme dagen doe ik niet zo gek veel make-up op. Maar als ik om wat voor reden dan ook make-up op moet. En dan doe ik eigenlijk altijd wel fixing spray op. Heb geen reden. Dus ik heb er 2. Ik heb deze van Ethos. En dit is de Make-up Fixing Spray Long Lasting. Niks op aan te merken eigenlijk. Het is best wel een prima fixing spray. Dit is al de tweede fles die ik inmiddels heb. Dus ook een derde fles zou ik opnieuw kopen. En ik heb deze opgemaakt. Die is van Flormar. En dit is de Make-up Fix Spray. En dit is wel mijn favoriet. Deze blijft op de een of andere manier. Zorgt hij ervoor dat mijn make-up beter blijft zitten dan deze. Maar ze zijn alle twee super goed. En ik zou ze ook alle twee opnieuw kopen. Dan heb ik een flesje nagellak remover opgemaakt. En volgens mij komt deze bij de Action vandaan uit mijn hoofd. Dit is gewoon nail polish remover, aceton free. Werkt super, goedkoop, klaar. Niks meer aan te merken. En verder om in de nagellakjes te blijven heb ik er nog 2 nagellakjes zelf. Deze is van Rimmel en dit is de 60 Seconds in de kleur 210 Eternal.
Alleen deze werkt niet meer. Het is een heel zacht roze kleurtje. Maar zoals je ook ziet, het blijft hier een beetje hangen. Ik had hem ook al heel lang en het is gewoon een beetje uitgedroogd die kant op. Dan heb ik dus ook nog deze. Deze van Nerome. En dit is nagelverharder. En dit is de Nail Hardener Extra Strong. Werkte fantastisch toen ik ging van mijn gel nagels naar mijn gewone nagels. Inmiddels heb ik weer gel nagels. Ik miste gewoon heel erg. Maar goed, buiten dat. Het staat bij mij. Mijn nagellak staat namelijk uit de zon. In een donkere kast. En vrij koel. En zo oud is deze nog niet. Dus ik snap niet waarom die hard is geworden. Maar goed, ik heb er niks meer aan. Dus deze gaat weg. Ik was hier wel heel erg tevreden over. En ook over dit nagellakje. Die van Rimmel 60 Seconds. Die werken gewoon. Fijne nagellak zijn dat. Dus deze twee. Dan heb ik twee zakjes met wattenschijfjes opgemaakt. Dat kwam niet op het woord. En ik heb geen idee waar ze vandaan zijn. Deze van de Primark. Dat weet ik wel. En deze, ik denk van de Kruidvat of zo. Eigenlijk maakt het me niet zo heel erg veel uit waar wat schijfjes vandaan komen. Ik gebruik ze om nagellak van mijn nagels af te halen. En voor de rest om mijn gezicht te reinigen. En ja, dus het maakt me niet uit. Deze zijn 75 cent. En ik denk dat deze ook onder een euro zijn. Want ik koop nooit hele dure. Dus twee van die zakjes ook op. Dan heb ik nog wat haardingen gevonden. Allereerst deze van BioSilk. En dit is de conditioner versie. Ik heb hier ook de shampoo versie van. Maar ja, conditioner gaat altijd harder dan shampoo. Dus deze BioSilk. Ik ben er heel erg tevreden over. Het is alleen wat prijzig. Dat moet je ervoor over hebben. Mijn haar was dusdanig beschadigd. Dus mijn haar was dusdanig beschadigd dat ik zoiets had van ik ga dit gewoon proberen. En het heeft dan ook een tijdje gewerkt. Alleen psoriasis, ik kan niet te lang tegen bepaalde shampoos en conditioners. Dus ik wissel heel veel met elkaar af. Zou ik hem nieuw kopen? Ja, in principe wel. Er is in principe helemaal niks mis mee. Je moet alleen kijken, het is wat duurder en dat moet je maar willen. Dus deze. En verder kreeg ik op aanraden van een van mijn hele lieve kijkers. Nou, wou ik je naam opzoeken, maar ja, ik vergeetachtig. Nog steeds vergeetachtig. En ik ben dus je naam vergeten. Sorry. Maar ik ben nog super blij dat je mij hierop hebt geattendeerd. Dit is namelijk de Kanye Loving Blends Herstellend Masker. En dit is de... Wat is dit voor Royal Jelly? Honinggoud. Echt. Een super lekker haarmasker. Mijn haar is daardoor wel wat verbeterd. Mijn haar voelt lekker aan. Het ruikt lekker. Het is gewoon echt een topproduct. En het ruikt gewoon helemaal naar, ja, gewoon helemaal naar honing. Ik heb dus ook nog de, volgens mij iets van olijfolie. Dacht ik, die gebruik ik nu. Ik gebruik het niet altijd. Tenminste, ik gebruik het wel altijd als ik mijn haar was. Maar ik was mijn haar ongeveer één keer in de anderhalve week zo'n beetje. Voor de rest maak ik het alleen nat. Voor de rest was ik het niet. Eén keer, ja, anderhalf tot twee weken. Dan was ik het echt. En dan gebruik ik ook gelijk het masker. Dus het is een heel fijn product. Dus ja, ik zal dit zeker opnieuw kopen. Dan heb ik twee parfums opgemaakt. Komt niet zo heel vaak voor. Deze is van Pull & Bear. En dit is de geur Phyllis. En ik weet nog dat ik hier heel veel moeite voor heb moeten doen. Want nergens hadden ze meer. En ze hebben namelijk, oh, zo lekker, twee geuren, roze en volgens mij een groene, als ze het nog hebben. En de rozige versie is super lekker. Ik weet het niet. Jullie weten inmiddels dat ik heel slecht kan omschrijven. Het is gewoon een wat frissere geur. En ja, mocht je hem tegenkomen, ik zou zeker even gaan ruiken. Ik vind hem heel erg lekker. Dus deze is op. En dan heb ik ook nog dit balletje op. En dit is DKNY Be... Zeg ik dan nog goed? Be Delicious. En dit is de geur... Tuurlijk zin, dat zeg je net. Be Delicious. Dit is de groene versie. En ook deze kan ik niet omschrijven. Ja, ook gewoon een frisse, wat zoetere geur. En dit is dan de mini versie. Super lekker. Ja, dit... Ik hou op met omschrijven. Gewoon fris en wat zoeter. Ken je hem niet? Gaan we testen de groene versie van DKNY. En deze, de roze versie van Pull & Bear Phyllis. Dan heb ik nog een scheermesje opgemaakt. En ik gebruik nog steeds die van Intuition. Alleen dit is de Ultra Moisturize. De andere die ik altijd gebruikte met dat granaatappeltje erop. Volgens mij was dat Sensitive. Die hebben ze op de een of andere manier eruit gegooid. Of ik kon hem niet meer vinden.
Dus we gebruiken nu een andere en die werkt net zo goed. Dus deze. En dan als laatste heb ik make-up productjes. En de eerste die is opgegaan is mijn geliefde concealer van MAC. Dit is de Pro Longwear Concealer in de kleur NC15 of NC15. Ik weet niet hoe je het wil uitspreken. Nog steeds mijn favoriet. Nog steeds geen andere concealer gevonden die mijn donkere kringen weghaalt. Dus absoluut nog steeds mijn nummer 1. Dan heb ik hier een poeder. En dit is die van Essence. All About Matte Fixing Compact Powder. In principe maakt het me niet zo heel veel uit wat voor poeder ik gebruik. Ik moet zeggen, ik gebruik nu op dit moment van Flormer. En dat is toch wel mijn favoriet. Omdat die gewoon heel mooi aansluit bij mijn gezicht. En bij mijn huidskleur. Dus die heb wel mijn voorkeur. Maar ik had deze nog liggen en dan maak ik hem gewoon op. Voor de rest een prima, prima budgetpoeder. Dan heb ik hier een eyeliner. En dit is van BB Cosmetics. Ik ben namelijk lid van zo'n abonnement. €4,95 per maand. En dan krijg je een make-up product thuis opgestuurd. En dat is elke maand verschillend. Ik had nu deze maand een concealer. Leuk, maar die werkt natuurlijk niet zo goed als die van MAC. Maar een tijd geleden hebben we dan deze gekregen. En dit is de Ultimate Black Eyeliner Pen. En die werkte eigenlijk prima. Hij is alleen op of uitgedroogd. Ik hoop niet uitgedroogd, want zo lang oud is hij nog niet. Dus ik denk ook gewoon dat hij wel op is. Ja, hij laat zo'n heel lullig, niet zwart streepje achter. Dus daar kan je niet zoveel meer mee. Dus deze. Dan heb ik hier nog een mascara. Ik heb heel lang geleden op mijn blog een artikel geschreven over budget mascara's. En deze is van Boulevard, de Curve Mascara. En deze komt volgens mij bij de Vibra vandaan. Echt voor een eurotje of zo. En dat was er een met zo'n boogje erin. Zo kan je zien. En die was op zich best wel goed. Alleen ja, ik heb hem gewoon heel lang, eigenlijk te lang niet gebruikt. En hij is een beetje, ja, ik weet niet. Beetje crap? Nee. Ik heb hem eigenlijk een tijd geleden nog gebruikt. Maar hij is ineens is die soort van uitgedroogd of weet ik het wat. Dus ik doe hem gewoon weg. Ik heb zat andere mascara's. En dan als laatste heb ik deze twee. Dit is een wimperlijm. Deze hebben gewoon te lang in mijn la gelegen. Kan er niks meer mee. Werken niet meer. Blijven niet meer plakken. En de een is van Bourjois. En de ander is, staat geen merk op. En ik denk dat die van de Action is. Zoiets. Dus twee wimperlijmpjes die niet meer werken. En dan was dit dus de video over de producten die ik in de afgelopen maanden heb opgemaakt. Heb jij nog bepaalde producten opgemaakt die je absoluut wel of juist niet meer zou kopen? Laat het me even weten in de comments. Vind ik altijd wel erg leuk om te weten. En misschien haal ik weer nieuwe ideeën of andere producten die jullie wel gebruiken. En die ik bijvoorbeeld of niet ken of nog nooit gebruikt heb. En dan kan ik dat ook een keer aanschaffen. Als jullie er heel erg tevreden over zijn natuurlijk. En mocht je mij nou verder willen volgen op social media, kan dat. Je kan me vinden op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat. En daar kunnen jullie mij vinden onder Sindes Beauty. Dan bedank jullie super voor het kijken en dan zie ik jullie gauw de volgende keer weer. Doeg!